Luisteraars, kijkers, ik ben weer terug. Dit is Bloedsport 1 op 1, waar ik in gesprek ga met combat sport artists, met mensen die verwantschap hebben met combat sports. En zoals ik eerder aangaf, af en toe gaan we ook gewoon uitstapjes maken naar hele andere onderwerpen. In deze aflevering weer een jonge opkomende prospect die ik wou spreken. Daar hebben we contact mee gelegd en die is nu in de show. En dat is Fagar Mohammed. Welkom man, bro. Yes, dankjewel bro, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan, graag gedaan. Is je eerste interview hè? Ja, mijn eerste interview. Ja, gewoon relax man, ik ga het gewoon wat ik al net aangaf voordat we begonnen. Gewoon natuurlijk organisch gesprek voeren. Fagar, en ik zal gelijk vertellen hoe ik op jou ben gekomen natuurlijk. Ik volg LFL al een tijdje. Contact gehad met Donovan, dan heb ik jouw teamgenoten gesproken. Daniel Wadi en Carlos Zoa, die onlangs natuurlijk op LFL 5 stonden in Westgasfabriek Amsterdam, 26 juni. Jij bent even ook een teamgenoot van ze, hè? Klopt. Bat, we hebben daar met drieën gestaan. Ja, Bat, hoe spreek je die gymnaam uit, man? Dat ik dat even goed... Hoe spreek... Bataille Gym. Bataille Gym, oké, helder. Uit Almere, hè, als ik het goed uit heb. Almere, klopt, ja. Check. Jij stond ook op de kaart, Fagar. Om nou maar even te beginnen. Afgelopen zondag was het, nu zaterdag 2 juli. Dus inmiddels bijna een week geleden. Ja, hoe voel je je, man? Na zo'n partij, de eerste, je tweede amateurpartij. Nee, ik voel me goed man. Ik heb, zoals ik al eerder zei, ik heb er geen blessures aan overgehouden. Mooi. Ik ben er gewoon clean uitgekomen. Gewoon met vuur weer terug de gym ingegaan eigenlijk. Het was een gelijkspel geëindigd. Klopt, zag ik. En dan gelijk ook de tape teruggekeken, allemaal foutjes gezien. En die gaan toch nog een beetje eiknagen in de eerste week, snap je? Snap. Ik denk van, ik had dit kunnen doen, ik had dat kunnen doen. Dus, snap ik, man. Dat gelijk ook meegenomen in de gym gelijk. Dus ik kon niet stilzitten. Ik was maandag gelijk... Ik moest in de gym zijn. Je moest gelijk weer werken. Ja. Ik moest daar echt zijn, man. Ja, het was een draw, hè. Tegen Alfonso Mendes stond je. Twee ronden. 2 keer 3 minuten was het. Ja, 2 keer 3 minuten. Wat vond je zelf van de partij? Ondanks, zeg maar, de dingen... Je zal altijd achteraf dingen waarschijnlijk terugzien die je beter kan doen. Maar hoe voelde je in de aanloop naar de partij? En hoe vond je de partij gewoon in algemene zin gaan, man? Voor jezelf. Tweede amateurpartij. Ik voelde me wel goed. Ik heb gemerkt, in mijn eerste partij en bij deze partij was ik helemaal niet zenuwachtig. Helder. Ik voel weinig spanning voordat ik mijn wedstrijd inga. Dus dat is goed. Ik was gewoon in het moment, ik kon alles gewoon opnemen. Nice. En de partij verliep goed. Alleen, het zijn toch die foutjes die je dan maakt en dan later weer terugziet. Ja. Dit was ook mijn eerste keer dat ik echt minuten maakte in de kooi. Duidelijk. Vorige partij was 30 seconden duurde de vorige partij. Ja, dan heb je niet eigenlijk... Had ik op Guillotine gewonnen, dus we waren er snel weer uit. Snap dus dat was waren de eerste minuten die ik echt maakte in de kooi en zo ook mijn ervaring heb kunnen opdoen. Check. Dus ondanks alles ben ik tevreden met het resultaat dat ik behaald heb. Check. Zwaardere tegenstander, last minute... Vervangen, change, ja? Van, ja, maar klopt. Ja. Ik had eerst een andere tegenstander, die had Vrijdag voor het weekend had hij afgezegd. Check. En Donovan had toen... Vervanging geregeld. Alfonso geregeld, ja. Check. En die wilde 2 keer die avond vechten. Dus, check. Aan het begin van de middag tegen mij. En toen aan het einde van de middag tegen zijn oorspronkelijke tegenstander. Check. En dat is een jongen die heeft op die kaart 2 keer gevochten. Ja, 2 keer gevochten, okay. Ja, man. Zo, dat is helemaal dat is ook apart. Ja, dat is oké, bijzonder, man. Je vecht op welke gewichtklasse vecht je trouwens, Fagar? Flyweight. Dat is 61 kilo of zo? Nee, dat is 57. 57 kilo, oké. Check. Kilo, ja. Helder. Ja, ja. Een coole kicker dus. Je voelt geen spanning in ieder geval in je wedstrijd. Maar ga verder, hoor. Wat maakt hij van die partij? Want de eerste keer dat je dan 2 keer 3 minuten maakt, dan heb je wel wat ervaren, denk ik, die 6 minuten. Kijk, ik was niet zenuwachtig, maar zeg maar, er was spanning, dat wist ik, want toen ik de kooi binnenliep, was ik al een beetje vermoeid. Je dacht, je spieren zitten vast, alles. Dus, ja. Ik was bang om moe te worden. Duidelijk. Had ik gemerkt in de partij zelf. Dus Duidelijk. Ik dacht, wow, ik ben nu, de partij is nog niet eens begonnen en ik voelde me al een beetje, mijn spieren zaten vast. Ik voelde me, alles was zo zwaar, ik voelde me een beetje vermoeid. Dus ik dacht van, laat me heel voorzichtig zijn met mijn energie uitgaven. En dat achteraf gezien had ik veel meer kunnen geven, want... ook in de gym, ik bouw heel erg op mijn conditie en met de pressure die ik geef. En dat heb ik dus niet gedaan in mijn partij, wat achteraf misschien een beetje jammer was. Want dat wil ik je inderdaad vragen, hè? Dat zeg maar bang zijn van het conditionele was dus puur
Omdat je gewoon door die gezonde spanning waarschijnlijk je spieren gewoon vast zaten. Maar het is niet zo dat je bang was voor je cardio. Dat weet je dat op orde is bij jezelf. Nee. Duidelijk. Wat is dan gaan we gelijk maar over jou hebben ook. Waar is het? Hoe oud ben je? Laat me daarmee beginnen, man. Want je allemaal zo jong. Ik ben 22 jaar oud. 22 jaar oud. Super jong ook nog. Ja, ik ben 22 jaar oud, jong. Super jong. Waar is het voor jou begonnen, MMA? Waar het begonnen is. Ik was 12 jaar oud, daar is het begonnen voor mij. Oké, dus je doet het al een tijdje. Check. Nou, ik doe het nu 3,5 jaar. Duidelijk. Bij Bataai Gym. Met mijn trainer Fidel. Maar ik ben begonnen toen ik 12 was. En om mijn 14e ben ik gestopt. Toen was mijn trainer gestopt. Duidelijk. Toen heb ik 5 jaar lang heb ik dus niets gedaan. Duidelijk. Ja, het was 2012. Ik was toen in de eerste klas volgens mij. En ik hield sowieso al van martial art. Dus duidelijk. Dat zat er sowieso al in. Duidelijk. Mijn broer heeft ook kickbox gedaan. Duidelijk. Hier bij Bonjasky Academie. Alleen, dat vond ik helemaal niet. Weet je. Ik hield niet zo van kickboxen. Duidelijk. Taekwondo heb ik geprobeerd. Dus ik had op, in mijn jeugd heb ik allerlei verschillende disciplines uitgeprobeerd. Duidelijk. Juist. Duidelijk. Wel een lesje hier en daar gedaan, maar het klikte gewoon niet. Het trok me ook niet echt aan. Duidelijk. Ik weet nog één dag, in de Ramadan was het volgens mij, en ik was laat op aan het zappen op tv. En toen kwam ik een event tegen voor iets, Bellator volgens mij of iets. En ik zag het en ik dacht van, wow, hey, dit is het voor mij man, ja. Dit is wat ik wil doen. Dus gaaf. Volgende dag met een paar vrienden en mijn broer ook gewoon die dingen gaan checken man. En toen zijn we het gewoon gaan nadoen bij een vriend van ons in de woonkamer. Zijn we gewoon gaan matten, gaaf, man. Kussens op de vloer en dan gingen we gewoon shit nadoen man. Ja, gaaf, met de armbar, ja, zo gaat het. Echt tof man. En toen zijn we een gym tegengekomen bij ons in de buurt. En daar zijn we gaan trainen. Check. En dat duurde 2 jaar. Want die trainer ging wisselde telkens van locatie. En ene keer had hij problemen met de huur en toen dit. En 2014 was hij toen echt ermee gekapt. En ik heb daarna niets meer gevonden, weet je. Ik ging toen verder zoeken naar een gym in de buurt. Je had Rotterdam, Amsterdam. Ik was 13, 14 jaar oud. Dat is te ver. Allemaal net te ver voor mij om te gaan reizen. En toen 5 jaar later heb ik het pas weer opgepakt. Nice. 5, 6 jaar later met mijn trainer nu. En sindsdien onafgebroken getraind. Rino Verdel, die gaan we ook een keer uitnodigen. Ik heb het al eerder gehoord van je collega's ook. Lijkt schijnt een goede coach te zijn. Wil ik zeker een keer mee spreken. Dus je bent ongeveer nu 22 ben je nu. Je bent rond je 17e heb je het weer een beetje opgepakt. Ja. 17, 18 jaar. 19. Oké, check. Uiteraard. 5 jaar gestopt. Ja, ja. Waar ligt, jij geeft aan, hè, kickboksen, taekwondo, et cetera. Weet je, het was leuk, maar het trok me niet echt aan. Ik had niet echt, zeg maar, het was niet het. En wat trekt jou dan aan aan MMA? Is het die mix? Het is de mix. Het is echt de mix voor mij. Het is, alle andere sporten werden op een gegeven moment zo eentonig voor mij. Ja. Ik zie het ook terug in mijn stijl. Ja. Ik hou ervan om alles te mixen. Ik ga van mijn striking naar mijn takedowns. Check, en, check. Dat vind ik juist zo leuk dan. Dus ook wanneer we in de gym dan gaan sparren en we doen alleen boksen of alleen kickboksen, dan vind ik het ook niet meer. Minder, ja. Je wil echt meer met die mix. We hebben maar mogen sparren juist. Ja, dan voel ik me echt wel op mijn plek. Helder man. Ja, dat zag je ook wel in de partij. Ik kon er helaas niet bij zijn. Ik zag het in die stream. In het begin was die stream niet goed, maar ik zag inderdaad dat je partij was staand grond inderdaad continu. En ik vond je tegenstander was ook wel een tough opponent leek het ook hoor. Ja, ja toch? Het was een taaie jongen. Ja, een goede vechter. Hij heeft de tweede partij, die avond heeft hij ook gewoon gewonnen daarna. Oh, dat bedoel ik. En dus, dat was op de pro-card dan waarschijnlijk? Of ook als amateur? Nee, was zeg maar aan het einde. Check. Ja. Dus kan je nagaan. Ja, dat zegt genoeg over die jongen. Dus ja. En voor jou ook natuurlijk, dat je tegen hem nog in het draak komt, zeg maar. Dus dat is, weet je, ondanks dat je verbeterpunten hebt, is dat denk ik gewoon een ervaring ook voor jou, weet je, voor de eerste keer. Ja, zeker. Nu 3 jaar bezig. En waar ligt jouw kracht, als je dat zou zien? Je noemde net je pressie. Ja. Ja, ik denk echt, in het mix van alles, daar ligt echt mijn, weet je, ik wil echt creatief te zijn met mijn stijl. Van een striking naar een takedown te gaan. En dan weer van een feint takedown doorstrijken. En vind ik mezelf een beetje in. Niks van alles. Ik vind dat, weet je waarom ik dat zo tof vind om te horen, Fagar? Omdat we in het land leven natuurlijk voornamelijk kickbox georiënteerd, weet je. Ook wel een boksland. Maar je hoort nu vanuit jouw generatie dat er echt mensen dus opkomen die helemaal niet met één discipline zijn opgegroeid, maar gewoon echt alleen gelijk met dat mixen beginnen, weet je. Dat is super interesting om te zien, man, en hoe dat zich ontwikkelt. En daarom vind ik LFL ook zo cool.
Wat je ziet is, zeg maar, weet je, je had het over Bellator, maar in de Verenigde Staten, weet je, we lopen hier zeg maar 10 à 15 jaar zeg maar daarop achter. Maar die hadden al heel vroeg, weet je, dit soort organisaties waar al, door, al die jongens heel veel ervaring op konden doen. En jij had het net erover, je had niet eens een gym waar je kon trainen, daar moest je al naar zoeken. Ja, en dat begint nu ook meer te komen, nu begin je ook organisatie krijgen, dus... Ja, ik denk dat jullie een van de voorlopers gaan zijn, maar Fagar. Want als mensen straks over 20, 30 jaar in volle stadion zitten... Ja, dan zijn jullie wel de grondleggers die dat een beetje, weet je... Voor het eerst een beetje zo zijn gestart, zeg maar. Ja, zo moet je het wel zien, hè. Dat denk ik ook, ja. Ja, dus, dus dat gezegd hebben. 22, maar je zei al, je bent gelijk gaan trainen. Dan ben ik ook gelijk benieuwd. Waar wil je nog gelijk specifiek op gaan focussen? Wat vond je nu goed gaan, zondag? Kijk, waar ik van mezelf weet dat ik echt de mist in ben gegaan, was... dat ik echt voor die submission ging hunten. Oké. Okay. Dus ik had momenten waarop hij mount weggaf en ik voor de submission ging, waardoor ik mijn positie verloor. I got you. Dus... Maar ik had mijn positie kunnen nemen, ik had naar een mount kunnen gaan, een ground and pound, maar ik had mijn mind zo gezet op hem submitten, dat ik voor elke kans die ik ging, die kon pakken nam ik. En daar maakte ik heel veel kleine foutjes, weet je. Belter. Ja, ze zeggen wel eens, hè, position above submission eerst, hè, en dan pas positioneren dan pas, ja. Ik zag ook, je had daar een paar keer ook inderdaad dominante positie, dat je daardoor waarschijnlijk verloor omdat je voor die finish ging. Helder? Ja, daar ben ik de mist in gegaan. Check. En ik denk ook dat in de eerste ronde gleek uit, maar... Ik denk dat in de ogen van de jury, want die zaten aan de andere kant. Helder. Leek het volgens mij op een knockdown. Helder. Ja, dus helder. Een vriend van mij heeft het vanuit mijn kant gefilmd en dan zie je mijn voet echt uitglijden. Helder. Maar ze hadden maar aan één kant van de kooi hadden ze jury. Maar aan de andere kant hadden ze geen jury. Dus normaal. Misschien dat ook... Ga verder hoor. Misschien geteld werd als een knockdown. Knockdown, ja. Dat is wel een nadeel, man. Want het is maar een goed punt trouwens voor Garum. In bepaalde organisaties zitten ze zeg maar verspreid. Ja, hier zaten ze dus met z'n drie in één hoek. Ik heb, je zag het vorige week tegen, wie was dat partij? Dat was de partij tussen, kijk je wel eens UFC? Ja, ik kijk wel eens UFC. Niet heel vaak, maar wel eens. Was laatst de partij tussen Mateus Gamrat en Armand Sarukian. Heb je die gezien? Nee, heb je niet gezien. En daar was dus in de vierde ronde... In hetzelfde weekend was ik aan het focussen. Ja, maar in dat partij was in de vierde ronde was er een spinning backfist. En die werd ook niet gezien door de judges. Waardoor ze dat was een knockdown. Waardoor ze alsnog die ronde gaven aan die andere vechter. Maar ja, als je inderdaad die belangrijke momenten niet ziet... Ja, dan kan je hem inderdaad ook... dat is finesse, man. Klopt. Maar dat gezegd... Maar het hoort er allemaal bij. Dus ik heb het ook gewoon geaccepteerd voor wat het is. Dus. Ja, klopt. Ja. Wat ik wou zeggen is, je broer zat al in de Combat Sports. Ik denk altijd, hey, als ik een zoon of dochter heb, die naar me toe komt en die wil aan vechtsport gaan doen. Ja. Niet dat je nee zou zeggen, maar je bent wel extra kritisch. Hè? Het is niet zo dat iemand zegt, hey, ik wil op honkbal of ik wil op voetbal. Hoe is dat bij jou thuis, zeg maar? Hoe is dat gegaan toen je ouders wisten dat je dit... Want ik neem aan, daar kom ik zo nog op terug, zeg maar, wat je ambitie is. Maar hoe gaat de thuisfront hiermee om? Ja, het heeft wel wat tijd gekost voor mijn moeder om het te accepteren. Ja, snap je. En snap er je. Rust mee te vinden. Maar het goede hieraan is, toen ik net begon met trainen, stond ze er wel achter. Check. Maar voordat ik ging vechten. Toen het alleen nog maar trainen was. Check. Want trainen heeft mij echt uit een hele slechte situatie gehaald. Maar, duidelijk. Snap. Dus toen ik Fidel tegenkwam, heeft het me weer echt op een wat beter pad gezet. En dus dat zag zij. En daarom vond ze het heel goed dat ik ging trainen. En... Dus ze heeft het echt nooit, ze heeft er nooit wat van gezegd toen ik begon met trainen. Duidelijk. Maar toen ik aangaf dat ik wilde gaan vechten en ik doelen had binnen het vechten, toen botste we wel even, maar nu heeft ze er wel gewoon rust mee gevonden. Ze weet wat ik doe en dat ik getraind ben en dat het niet alleen puur geweld is. Duidelijk. Maar als het aan haar ligt, heeft ze liever dat ik stop. Duidelijk. Maar ze support wel mijn keuze nu, dat wel. Ja, maar dat is, ik kan me daar echt alles bij voorstellen. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik zou me echt voorstellen als je kinderen dat doen, dat je ze het gunt, dat ze hetgene doen waar hun hart ligt. Maar tegelijkertijd inderdaad, weet je, bij zo'n sport, als ze er zouden stoppen, dan zou je het ook niet erg vinden, denk ik persoonlijk. Klopt, dus, maar het gaat inderdaad, weet je, je training, dat je in ieder geval daar wel heel voorzichtig mee omgaat. Ook goed om te horen dat het je in ieder geval heeft geholpen om het beste uit jezelf te halen, om het zomaar te zeggen. En het...
En dan wil ik nog één ding vragen, ben ik wel benieuwd naar. Je hebt natuurlijk met deze sport is gevaarlijk. Bot, spieren, noem het maar op. Dat kan je allemaal zien. Wat er gebeurt als je een spier scheurt, een bot breekt, et cetera, kan je herstellen. Hoe ga je hiermee om met de brain damage? Hoe denk jij dat te bewaken voor jezelf? Heb je daar een idee over überhaupt? Nee, eigenlijk niet. Maar bedoel je meer de mentale toestand? Ja, kijk, weet je wat het is? Als je schade oploopt, weet je, je kan botten breken, et cetera. Dat is natuurlijk gewoon fysiek zichtbaar en dat kan herstellen. Ja. Maar de stoten die jij op je hoofd krijgt, zeg maar, wat dat doet met je hersenen, dat is niet meteen aantoonbaar, weet je, die schade. En ik heb altijd van, ik vraag je dat gewoon omdat ik ook, ik kijk naar de sport, maar ik vind het wel belangrijk, weet je, die zorg voor vechters vind ik absoluut belangrijk. Dat staat bovenop. En ik vraag me dan af, heb jij er wel eens over nagedacht hoe daarmee om te gaan, hoe je dat voor jezelf bewaakt, dat dat wel goed blijft? Nee, ik ga heel eerlijk met je zijn. Daar heb ik echt bijna niet bij stilgestaan. Check. Nee, dat is niet erg hoor, daarom vraag ik het gewoon. Wat ik wel doe is, ik heb geen gym wars. Weet je, ik loop niet oorlog te voeren in de gym. Maar als wij sparren is het echt doelgericht, technisch sparren. Netjes. En heel af en toe hard sparren. Ik ken James waar ze echt gewoon keihard gaan. Hard sparren. Klopt. Ik ben daar geen fan van. Ik ben geen fan van hersenschade oplopen in de gym. Sterk. En dat past ook niet binnen de filosofie binnen onze gym. Nice. Dus onze trainer gaat daar wel goed mee om. Dat is heel goed. Ze hebben geen... Is heel goed. Dat is heel goed. Ik ben daar ook geen fan van, alhoewel het op sommige momenten zou het kunnen, maar dan is het wel gedoseerd. Sparren zeg ik altijd, het is maar hoe ver je daarin gaat. Fagar, ik zeg dit altijd, weet je. Ik zeg altijd, kijk, ik betrek het gewoon op mezelf. Het is geen advies of zo, maar dat is puur wat ik zou doen als ik kinderen zou hebben. In Nederland kan je gewoon hersenscans laten maken. Hè? Het eerste wat ik zou doen persoonlijk, als ik een zoon of dochter zou hebben, zeg maar, die... Kijk, heb ik niet over amateurs die dit recreatief doen, maar zoals jouw amateur en die ook daar een ambitie in hebben... Je zou gewoon periodiek een hersenscan kunnen laten maken. En dat gewoon na x periode, wanneer jij denkt van oké, ik heb een intensieve periode achter terug, weer een scan kunnen laten maken om te zien gewoon wat de ontwikkeling is, man. Dus dan weet je dat gewoon. Dat is niet eens een advies. Dus als je daarover na zou denken, dus je kan gewoon naar je arts vragen. Ik wil naar het ziekenhuis een hersenscan laten maken. En dan kan je bijvoorbeeld over een jaar, anderhalf jaar zeggen van hé, ik voel me een keer niet goed. Ik wil even kijken wat er aan de hand is. Als ze zeggen nee, het ziet er nog prima uit. Dan kan je dat ook monitoren, weet je. Dat zou ik doen persoonlijk, je weet toch, dat is... Nee, maar nu zeg je me wat. Kijk, dat zijn die dingen waar ik niet bij stil heb gestaan, maar... Hier ga ik zeker vanavond nog over nadenken. Ja, vooral met de huidige technieken die je hebt, man, in het ziekenhuis en zo. Dat kan je echt goed in de gaten houden. Ik heb zoiets van, vooral jullie, ik dacht van, dat geef ik je gewoon mee. Dat is ook gewoon aan te vragen. Dus dat even gezegd hebbende, man. Maar je ambitie. Waar wil je staan, man? Ja, waar wil je naartoe? Je bent nog heel jong, weet je. Je hebt heel veel tijd, zeg maar, weet je. Dus ik ben echt benieuwd, man. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Kijk, die vraag heb ik zelf nog niet. Die heb ik nog niet voor mezelf beantwoord. Helder. Ik weet nog niet precies waar ik naartoe wil. Helder. Ik weet nog dat ik de gym binnenkwam lopen. En ik zei tegen hem, tegen Vidal. Ja. Zei ik, of het nou één amateurpartij is. Of dat ik UFC kampioen word. Ik ga alles geven. Duidelijk. En dat is wat ik gedaan heb. Ik ben nu twee amateurpartijen verder. Ik zie wel wat ik kan. Ja. Ik zie wat ik heb bereikt in de afgelopen paar jaar. Ik zie dat ik van helemaal niets naar dit ben gekomen. Dus ik weet waar ik terecht kan komen als ik mijn best blijf doen. Check. Maar ik heb niet echt de ambitie om kampioen per se te worden. Of, duidelijk. Of de belt trekt mij niet echt of zo. Of de fame die erbij komt kijken. Check. Wat ik wel zie is... een kans om toch mijn leven en het leven van van de mensen om me heen, die dierbaren om mij heen, te kunnen veranderen met wat ik nu doe. Ja, gaaf. Want je ziet dat vechters echt met wat ze doen heel veel impact hebben op de mensen om me heen. Precies. En hun community. Precies. Dat is iets wat ik wil bereiken. Dus gaaf, voorlopig is dat een ambitie die ik heb, weet je. Het beste uit mezelf halen en daarmee hoop ik een beter leven voor mijn familie te kunnen. Ik vind dat een hele heel mooi streven, man, Fakar. Ik ben heel goed naar je aan het luisteren. Ik vind dat een hele volwassen gedachte. En ik vind, ja, een heel mooie gedachte, man. Daar kan ik alleen maar achter staan. Dus dat gun ik je ook echt oprecht. Ja. Dus dat is ook waar ik gewoon naar ga kijken dan als we je volgen, jongen. Dus mooi gezegd. Ja, ja. Pas natuurlijk actief geweest. Ik spreek mensen die vechten alweer 2 weken, 3 weken daarna. Heb jij nog iets waar je nu
Ik heb volgend weekend heb ik een partij. Nee joh. Kijk, ja, dat bedoel ik. En daar hou ik van. Want ik zie dat, dat jullie allemaal heel actief zijn. Dat is echt supergoed. Waar sta je dan? Ergens in Amsterdam. Ik weet niet precies wat het is. Tof, maar tof. Ergens in Amsterdam sta ik. Zondag. Dat is dus dat is precies over een week Niet, precies over een week. Goed om, want deze post ik dan, deze post ik door de week dan naar dat event ook toe. Dat is ook goed voor jezelf, zeg maar. Maar tof, man. Ja. En weet je tegen wie je staat zondag. Ook? Ja, Samuel heet hij. Helder. Ik weet het niet zijn naam. Helder, en, helder. Nu wel op mijn gewicht. Helder. 58 kilo gaan we vechten. Check. Want de vorige partij afgelopen weekend was op een zwaarder gewicht. Helder. Ik woog toen ook wat lichter. Helder. Nu op mijn gewicht. En ik heb er zin in. Ja, dat zegt veel. En weet je wat het is, Fagarre? Je bent nog amateur, weet je. Dus die ervaring. Ik zeg het ook, weet je. Die minuten. Dat, weet je, of het nou een baan is, kantoorbaan, wat het ook is. Je moet je minuten maken om die ervaring op te doen. Dus het is goed dat je active bent, man. Dus goed om te zien. Die gym waar je zit, hè. Nog één keer. Hoe spreek ik hem uit? Want ik wil hem niet verkeerd doen. Ik vind het een mooie naam. Bataille Gym. Wat betekent die naam eigenlijk? Waar komt het vandaan? Weet je dat? Het is een Frans woord. En Vidal zou het je veel beter kunnen uitleggen. Ik ga het aan hem vragen dan. Ja, maar even om een klein beeld te schetsen. Het is het voorbereiden op de strijd. Een beetje eigenlijk. Duidelijk. De kunst van het voorbereiden op de strijd. Duidelijk. Dat is een beetje wat het is. En dat is waar wij continu mee bezig zijn in de gym. Ja. Want ik weet je wat het is, ik vraag het ook bewust. Ik dacht dat er gedachte achter zat. Ik zie het ook aan de foto's, weet je. Brothers in Combat, die ziet ook volgens mij Daniel. Die designt volgens mij ook zijn eigen combat kleding met Repent, geloof ik. Ja. Dat klopt ook, Hij heeft zijn eigen merk en daarmee verzorgt hij ook kleding binnen de gym. Ja, dus ja, maar ik sprak hem vorige week. Hij is dan zo bescheiden dat hij dat niet eens vertelt. Dus volgende keer ga ik hem sowieso daarop aanspreken. Maar dat is ook super tof om te zien hoe jullie daar mee omgaan. Ook als filosofie vanuit de gym, zeg maar, weet je. Dus ik ga jullie zeker een keer daar bezoeken, man. En Fidel wil ik zeker een keer spreken. Ja, dat wilde ik je net zeggen. Je bent sowieso welkom bij ons. Ja, ik kom sowieso. Ik ben bezig. Ik heb alle drie geïnterviewd. Ja, dus, ik ben ook bezig een beetje met mijn camera gear en zo. Dan ga ik kom een keer dag zeker een keer met jullie besteden, man. Absoluut, man. Fagar. Ja. En, zeker mee trainen ook. Ik bok zelf. Maar ik zat zelf te denken. Lijkt me wel tof om een keer een beetje MMA dingen te gaan doen. Absoluut, absoluut, man. Absoluut. En tof gesprek tot nu. We zijn ruim 20 minuten bezig. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. En we doen zeker een follow-up. Ja, graag gedaan. Ja, en vergeet me niet, hè. Straks als je opeens een heel bekende... grapje, man. Ik vind het gewoon tof om jullie te spreken, man. Die opkomende guys. En succes ook met je gym. Ik vind het ook tof wat jij doet, snap je? Thanks, man. Vooral de bekende amateurs een beetje. Ja. Dit is een beetje wat LFL ook doet, snap je? Daarom ben ik ook dankbaar voor wat Donovan doet. Ze geven de amateurs een podium. Ik zei het ook tegen... Ik heb offline met Donovan ook veel gesproken. Ik zei het hem ook. Ik vond het ook tof dat dit een succes was. Ik zeg ook, weet je wat het hier zo huge maakt? Ik zeg ook, Nederlanders krijgen gewoon een platform om actief te zijn. En ze zijn best wel actief. In een jaar, ruim een jaar, hebben ze nu al vijf events gedaan. En nog eens een talentcard. Ja, dat is gewoon heel tof, man, Fagar. Dus dat is absoluut het geval. En ik zei ook tegen hem, hij had natuurlijk wat grotere namen op die pro-card staan. Maar ik zei, weet je wat, ik ga lekker die amateurs doen, die opkomende guys en meiden. Ja. Vind ik het super tof om te doen. Dus ik heb er nu nog eentje gepland staan. En dan ga ik ook meer over naar de meiden, want ik heb alleen nog maar mannen gesproken. En dan gaan we het zo een beetje een platform maken voor de opkomende prospect in Nederland. Dat zou ik wel tof vinden als het zo'n platform zou worden, man. Ja, toch? Klopt, man. Zeker, bro. Dus bedankt en wij gaan jou zelfs snel weer spreken. En je staat 10 juli, zei je, hè? Ja, 10 juli. 10 juli. 10 juli staat Fagar dus weer volgende partij. Precies 2 weken na zijn partij op de talentcard LFL. Dat is mooi om te zien. Dit was dus Bloedsport 1-op-1 met Fagar Mohammed. En ik was Veti, jullie host. Wij zijn snel in ieder geval weer terug. Wij wensen jullie in ieder geval weer een fijne dag, een fijne week. En blijf jullie in ieder geval veilig en gezond.